van vandaag, van het Kivia-congres alweer. Ik geef graag het woord aan president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Gerald Schotman, die de dag zal samenvatten. Gerald. Dankjewel. En ik moet nog even kijken hoe we dat met deze microfoon gaan doen. Een beetje dichterbij, een beetje veraf. Ten eerste allemaal heel hartelijk dank dat jullie hier met z'n allen zijn geweest. Ik denk dat het een fantastische dag is geweest. Hele mooie beschouwingen aan het einde van de dag. Die ook heel goed lieten zien dat Kiwi misschien wel technologie in het hart heeft. Maar dat heel veel van de dingen die we doen te maken hebben met ons als maatschappij, met ons als gedrag. De keuzes die we maken, met alles wat er om ons heen gebeurt. Ik had voor vandaag het dilemma om te kiezen tussen twee conferenties. Het was vrij duidelijk dat ik de Kiwi-conferentie zou nemen, maar ik was ook uitgenodigd voor de Mijnbouwdag. Die deze week viert de Mijnbouwkundige Vereniging hun 125ste jaar, hun 25ste lustrum. Dat is natuurlijk hartstikke formidabel. En ik zat me zo te beschouwen van, ik ga nu naar een dag over de circulaire economie. En heb je daar haast als een extreem aan de andere kant de mijnbouw staan. De mijnbouw die overigens wel zorgt voor dat goud en dat koper en al die andere metalen die zitten in onze iPhones en enzovoort. En als je dan doordenkt, dan zie je dat technologie voor circulaire economie daar wel degelijk nog weer raakvlakken heeft. Scheidingstechnologie bijvoorbeeld maakt uiteindelijk het verschil of je dat soort metalen moet blijven winnen of dat je die op een andere manier kunt pakken. En die scheidingstechnologie die zit bijvoorbeeld in zo'n discipline. En zo zie je dat eigenlijk een oude discipline heel druk bezig is met dingen als wat men tegenwoordig zo mooi urban mining noemt. Het gebruik maken van de metalen die in de menselijke maatschappij in de stad beschikbaar zijn. Circulaire economie. Een thema wat we met z'n allen hebben gekozen via het internet een jaar geleden. Een thema wat met ons is voor de komende 2 jaar, omdat er ook heel veel moet gebeuren en heel veel aan het gebeuren is. Ik denk dat we met z'n allen, degenen die hier de hele dag zijn geweest, hebben gezien dat er heel veel mooie dingen gebeuren. Dat er misschien ook heel veel moet gebeuren, heel veel gaten, heel veel vragen. Heel veel ongeduld heb ik ook geproefd van kan die technologie nou niet sneller. Maar dat er ook heel veel op verschillende plaatsen gebeurt. Ik heb hele mooie voorbeelden gezien die gingen over nou bijvoorbeeld een mooie presentatie over plastic en biodegradable plastic. En wat je daarmee kunt doen en wat je daar nog niet mee kunt doen. Ook de realiteit. En ook aan de andere kant ondernemingen. Ondernemingen die gewoon keuzes maken voor de planet en voor de people. Hè? Dus voor de mensen, voor de maatschappij, voor het milieu, waar het om gaat. En dat is denk ik een ontwikkeling die belangrijk is en die doorloopt. Je ziet het bedrijfsleven steeds meer op de agenda zitten van en waar zijn we voor en waar gaan we naartoe. Sterker nog, wij als met z'n allen als maatschappij hebben besloten dat bedrijven moeten gaan rapporteren over de impact van hun activiteiten op het milieu, op de omgeving. Ik denk zelfs dat het een kwestie van tijd is dat aandeelhouders veel meer nog die paragrafen lezen die gaan over die impact. Dan alleen met de cijfertjes alleen, omdat het heel belangrijk is of dat bedrijf duurzaam is en waar het naartoe gaat. We hebben veel discussie gehad op allerlei andere conferenties ook en bijeenkomsten. En de ingenieur onder andere is een artikel geweest over waar we nu naartoe gaan. En ik heb een keertje in zo'n interview gezegd dat ik weet niet wat de silver bullet is voor circulaire economie. Ik weet wel dat aan de overheidskant, aan de maatschappijkant, en dat zijn we met z'n allen, dat het belangrijk is om wel heldere kaders te hebben. Het kan helpen. Het is niet alleen een kwestie van de ruimte geven voor circulaire economie. Het is ook een visie durven te hebben en die durven te articuleren. Het is ook een visie durven te hebben die wat langer stand houdt dan 1 kabinet. We zijn nu druk bezig met allerlei transitieteams in Den Haag die druk aan het nadenken zijn over wat die agenda moet zijn op vele gebieden. En ik wens die teams toch van harte toe dat ze de wijsheid hebben om die kaders, die visies, die punten op de horizon en wat er voor nodig is, ook aan regelgeving te beschrijven, omdat die een groot verschil gaan maken. En wij gaan daar als Kiwi gaan we er ook nog verder vorm en gestalte aan geven. Nu heb ik dus gesproken over de overheid, ik heb gesproken over het bedrijfsleven, maar eigenlijk gaat zo'n dag vooral over wat betekent dit voor ons, voor de ingenieur. Ja? En er zijn de 2 dingen die spelen. Het gaat over wat wij als vakdiscipline kunnen doen. En de discussie hadden we zelfs nog in de vragen bij Diederik. Uiteindelijk gaat het over kunnen we dingen beperken? Kunnen we de vraag naar beneden brengen? Kunnen we dingen langer beschikbaar maken, zodat je het minder snel hoeft te vervangen? Ook een vorm van vraagmanagement. Maar het gaat ook over hergebruik. Kunnen dingen multifunctioneler worden? Dat is een thema wat ik een paar keer heb gezien. Kun je materiaalkeuzes beter maken, zodat je de boel meer recyclable kunt maken sowieso? Dit gaat over logistiek, dit gaat over
Alle andere uitdagingen die te maken met data, dit gaat over de kwaliteit van zo'n productieproces. Om niet tevreden te zijn met 10% recyclable, maar 30, 40, 70, 90 en natuurlijk is 100 waar we echt de lijn hebben gelegd. Heel veel dingen die spelen en die relevant zijn denk ik voor ons als ingenieurs. Het gaat niet alleen over de thema's, het gaat ook over de mensen. We hadden dit jaar de Prins Friso Ingenieursprijs. Die hebben we uitgereikt aan Lara Kraus met een geweldig mooie bedrijfsnaam, de Better Future Factory. Het gaat heel nadrukkelijk over die recyclebaarheid. We hebben er hele mooie voorbeelden van gezien. Ik heb ook hele mooie voorbeelden gezien vandaag van mensen die gewoon heel erg bezield praten over hoe zij het verschil willen maken in allerlei uitdagingen die te maken hebben met bijvoorbeeld afvalwaterlozingen. Als je met z'n allen hebt afgesproken dat je geen vies afvalwater meer wilt hebben, wat betekent dat? En het mooie is, en dat heb ik ook heel veel gezien in discussies, is dat dan het niet meer zo is van ja, maar het kost wel heel veel. Nee, de mindset is van wat kun je doen zodat het allemaal betaalbaar en financieel aantrekkelijk wordt. Die twee gaan hand in hand. Weer even terug naar die ingenieurs, de mijnbouwkundige mensen die ik vanmorgen sprak. Ik denk dat we ze nog een hele tijd nodig hebben. Dat is de reden waarom dit soort conferenties haast naast elkaar kunnen leven. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat dat het einddoel is. Het kan niet zo zijn dat we meer en meer van de aarde nodig hebben. En vanmorgen zagen we mooie uitspraken waarin we de tweede helft van het jaar gewoon de aarde aan het opeten waren. Na 2 augustus is de datum niet meer bijgebleven. We moeten dat doel scherper stellen en wij zullen als Kiwi proberen vorm en gestalte aan te geven. En daarvoor hebben we iedereen nodig, oud en jong. Dus ik denk aan die jonge mijnbouwkundige studenten die mij graag op die andere conferentie willen hebben. Laten we alle mensen die gewoon nog vorm en gestalte kunnen geven aan onze agenda, de ruimte geven, misschien wel sterker de opdracht geven om samen met ons naar dat soort oplossingen te zoeken. We kunnen elkaar helpen. Samenwerken is denk ik een thema. Een ander thema is, het is niet alleen technisch, maar het is ook niet technisch. Ik wil afsluiten, zodat we met z'n allen nog een goede borrel kunnen drinken, met een paar woorden van dank. Ik wil graag Wageningen bedanken en ik wil de Universiteit Wageningen bedanken voor de gastvrijheid die we hebben genoten op zo'n ontzettend mooie dag over circulaire economie. Ik wil graag al die sprekers, al die facilitatoren bedanken voor de inspiratie die ze ons als ingenieur hebben gegeven door de hele dag. Want uiteindelijk zit je toch met een aantal dingen in je hoofd na te denken en dat triggert toch weer de volgende gedachten op allerlei gebieden. Ik wil het bureau van Kiwi bedanken voor de organisatie. Omdat uiteindelijk zo'n dag toch heel veel werk kost om dat bij elkaar te trekken. Om een zo'n mooi aanbod te geven aan al onze ingenieurs. En tot slot wil ik u bedanken om uw participatie. Dit zijn goede discussies, vragen en antwoorden. En hopelijk kunnen we met dit thema nog veel verder door in de toekomst. Zoals een goede conferentie betaamt, is er een conference bag. Zoals u dat weet, is dat een digitale conference bag. Er komt een memory stick. Ik zou zeggen, kijk naar het materiaal. Participeer in de blogs. Doe mee met de discussie over circulaire economie. Omdat er nog steeds veel meer vragen zijn dan antwoorden zijn. Maar we hebben wel met z'n allen de kracht om die vragen te beantwoorden. Dus iedereen een hele goede borrel toegewenst. En daarna vooral een veilig thuis. Tot ziens.